Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt nog wel wat lage bewolking boven Nederland. En uit die bewolking valt ook af en toe wat lichte neerslag. Maar boven de Noordzee zitten opklaringen aan te komen. En die krijgen we vanmiddag vanochtend nog niet. Vrij veel bewolking, hier en daar wat licht gespetter. 9 tot 11 graden. En in de loop van de middag komt de temperatuur nog iets hoger uit op 10 tot 12 graden. Maar als gezegd, het wordt vaker droger, valt nog een enkele bui van het noordwesten uitbreekt de zon vaker door. Vlak langs de kust waait het stevig. Krachtig tot hard windkracht 6 tot 7. Vanavond verandert er weinig opklaringen, maar ook een enkele bui. Temperatuur daalt naar een graad of 7 in het binnenland. Dan morgen een afwisseling van wolken met regen in de ochtend. In het zuiden, voornamelijk. Die trekt naar Duitsland weg. Daarna van het noordwesten uit opklaringen met zon en enkele buien. 8 tot 10 graden. Zondag halen we dat niet. Dan wordt het 6 tot 8 graden met onweerskansen. Hagel kan erbij zitten. En tussen de buien door felle opklaringen. Maar in zo'n bui gaat de temperatuur flink omlaag. En ook de dagen daarna blijft het licht wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.